De beste oogzorg, bij ons staat de gezondheid van uw ogen voorop. Zien en gezien worden, daar gaat het om bij Mulder Optiek. Kijk ook op mulderoptiek.nl. Het maakt me niet uit waar ik moet bewegen, als ik maar ga bewegen, want daar gaat het vandaag om. Wethouder Joke Kruid van de gemeente Schagen was vrijdagmorgen een van de deelnemers aan de Nationale Beweegdag. In Schagen werden bewoners van het Piet Mondriaanpark uitgenodigd om vanaf hun balkon mee te bewegen op muziek van een draaiorgel. Wij zijn hier vandaag bij het Mondriaanpark in Schagen. En wij gaan onder mooie begeleiding van het draaiorgel lekker bewegen op muziek met de bewoners. We gaan bewegen met z'n allen, want dat is heel goed voor ons. Dat weten we, dat wisten we al. Maar door het COVID-19-virus en de coronacrisis, wat dat allemaal met zich heeft gebracht aan extra kilo's voor mensen, zitten, heel veel zitten. Daarom moeten we bewegen, want we weten nu dat dat heel goed voor ons is. Ja, bewegen is natuurlijk voor iedereen belangrijk, maar zeker ook voor de oudere doelgroep is het belangrijk om genoeg te blijven bewegen. Lekker laagdrempelig, maar toch goed in beweging te blijven. Nou, er zit één dag. Hoe zorgen jullie ervoor dat de ouderen na vandaag ook nog een balkon opgaan om een beetje mee te bewegen? Nou, we hebben deze week, wij hebben er de Balkon Bewegen Week van gemaakt. Dus we zijn deze week op verschillende locaties geweest om zo'n feestelijk evenement te organiseren. En nou ja, sinds de coronatijd zijn we op verschillende locaties in de regio wekelijks aan het bewegen met de bewoners. Blijven jullie dat ook na corona volhouden? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja, ja, en hopelijk mogen we dat natuurlijk weer iets meer. Dus kunnen we ook weer naar binnen om daar beweeglessen te organiseren. Ik fiets nu weer, veelal van Petten naar Schagen, vanwege het mooie weer. Dus nu merk ik ook dat je je daardoor gelijk fitter voelt. Want ik heb 15 maanden achter de keukentafel, achter mijn laptop gezeten voor de porseleinkast. En dan op een gegeven moment merk je wel dat er wat moet gebeuren. Mensen vinden het erg leuk, vooral ook dat er lekker reuring is en gezelligheid. Dus het wordt goed ontvangen, ja. We gaan nu op weg naar het totaal losgaan, maar dat moet in etappes, want anders is het weer te gek.